Hey jongen. Nou, goedemorgen allemaal. En hele goedemorgen allemaal. Kijk eens wat een mooie dag het weer is op planeet Aarde. En ik kreeg van jullie, kreeg ik echt heel veel mailtjes. DM'tjes en sms'jes van joh. Vincent, we moeten nou toch echt even iets van je weten. Want we zien jou altijd kouwen. Maar stel nou dat jij een kaasstengel eet. Wat voor kaasstengel zou je dan eten? Nou, dat is echt een hele interessante vraag. Want ja, als ik daarover nadenk, weet je, de magie van het leven, dit wonder, dit meesterwerk. En ja, wat voor kaasstengel zou ik dan eten? Nou, in principe eet ik nooit kaasstengels, want die vind ik echt fucking goor. Maar als ik dan mijn kaasstengel zou eten, dan denk ik van ja, ten eerste zou ik dan hele lekkere kaasstengel aanschaffen. Van de bakker, niet van die globalistische kut Albert Heijn of zo. Nee, dan bij een echte bakker. En dan zou ik met cash betalen. Even die motherfuckers van het web diep in de kont neuken. Met een paar euro's. Cash. Teringlijf. Maar goed. Dus ik zou een lekkere kaasstengel houden. Geen gore kaasstengel, dat ik zeg tegen het bakker van joh. Dan heb je ook gore kaasstengels. Ze zeggen ja, die liggen links. Oh, zeg doe mij maar die rechtse dan. Die extreemrechtse kaasstengel, die wil ik. Zegt ze, is goed, hey! Nou, dan heb je een extreemrechtse kaasstengel. Nou, en die smaken best wel lekker. Ja, en hoe ik die dan zou eten? Nou, ik zou hem niet voor. Net lijkt of je een kaasstengel aan het pijpen bent. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dan zeg je dank u wel. Dank u wel, bakker. Oh, bakker. Even tussen neus en lippen door. Heeft u ook nazi-brood? Ze zegt, nee, godverdomme, wat is dat dan, nazi-brood? Nou ja, lieve bakker, dat is brood wat zelf nadenkt. Hè? Niet brood, net als die boterhammenworst van Bassie en Adriaan. Niet dat je dan bekende Gestapo-figuren in het brood borduurt, laat maar zeggen. Maar gewoon meergaande brood, laat maar zeggen. Biologisch meergaande brood voor de gemiddelde A12 plakkende principiële kuthoer, laat maar zeggen. Dus dat, ze zegt, nee, ja, godverdomme. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Nee, dat is je aan te zien, bakker, dat je niet nadenkt. Maar goed, we houden het netjes. Dus wat voor kaasstengel zou ik eten? Ja, ik zou mijn god niet weten, maar ik eet geen kaasstengels in ieder geval. Dus hou op met mailen en sms'en. Jongens, maak er een mooie dag van en een hele fijne kaasstengel allemaal. Hallo!